Rotterdam. Maar we, ja, eigenlijk zijn we daar niet hiervoor. Wij zijn hiervoor om zo meteen bij u in te spreken. Hè, of om eigenlijk een reactie te geven op die vijfde brandbrief die wij hebben ingezonden aan de veiligheidsregio Rotterdam, Rijnmond, 15 burgemeesters. En op de reactie die daaruit is gekomen. En dat ga ik dadelijk vertellen in de vergadering. Maar ik zou eigenlijk ook daar die petitieuitreiking doen. Maar u had de wens om dat buiten te doen. We hebben met deze oproep hebben wij 1402 handtekeningen opgehaald. Waarvan 808, dat zijn deze allemaal. Kijk, die zijn allemaal getekend. Die hou ik wel in bezit. U krijgt van mij voor de vorm een A4'tje met daarop het aantal. Met daarop wat reacties. Er staan er veel meer op. Die heeft mevrouw Van der Wal al ontvangen van mij vanmorgen. Al die reacties die in die digitale staat, zeg maar. En, maar, dat kan ik niet aan, de andere kan ik niet aanbieden. Maar we hebben 16.061 handtekeningen afgelopen maanden opgehaald. Die met acute spoedzorg te maken hebben. Een partij uit Helderwoude-Sluis die de 45 minuten norm heeft aangevochten. Ook in de Tweede Kamer. De minister heeft die ook ingetrokken door de moties die door de gemeenten van de eilanden met name zijn ingediend. En die zijn in de ijskast gestopt door onze minister Kuipers van VWS. Maar ja, hij is er nog niet klaar mee. Want eigenlijk wilde hij het liefst dat de berekening die RIVM heeft gemaakt om 40 extra ambulances aan te schaffen, wil hij daarmee voorkomen. Door die norm van 45 minuten te laten vervallen. En, maar daar zijn 8415 handtekeningen voor opgehaald. En er is nog een partij, voor Nisse Waard, dat is Vijkenisse, die heeft 6244 handtekeningen opgehaald. Ook voor de voorwaardig ziekenhuizen Spijkenisse en de acute zorg. Want de acute zorg bestaat uit heel veel onderwerpen. En, maar dus alleen al voor dit 16.061, dat vind ik toch wel knap. En die wil ik u graag in deze vorm dan aanbieden. En gaan ze naar alle burgemeesters via mevrouw Van der Wal. Hartelijk dank voor de komst naar Rotterdam uit de eilanden. Hartelijk dank voor de niet aflatende inzet van jou in het bijzonder. Dit is niet ons laatste gesprek. Vrees ik dat we er verder met elkaar over moeten spreken. Kijk, als COVID iets heeft laten zien de afgelopen jaren, is dat de spreiding van de zorg in Nederland niet goed is. Als COVID iets heeft laten zien, is dat niet alleen de spreiding niet goed is, maar ook het aantal bedden wat wij hebben. En dat helaas niet alleen maar een gebouw en bedden, maar ook mensen niet voldoende is. Dat betekent wat mij betreft dat de evaluatie die we moeten voeren met elkaar ook duidelijk moet maken dat we de komende periode toch stil zouden moeten staan over de spreiding van de zorg en het aantal bedden wat wij hebben, inclusief mensen. Is nu die taak vooral bestemd aan de verzekeraars. De verzekeraars die rekenen bijna op het bed nauwkeurig hoeveel we daar nodig hebben. Daar zullen ze vast wel allerlei argumenten voor hebben. Maar dat is toch niet helemaal hetzelfde als dat je voorbereid moet zijn op ook grote calamiteiten. En COVID was een grote calamiteit. We moesten notabene mensen brengen naar Duitsland om te worden verpleegd. Moeten we niet willen met elkaar. Dus het gesprek moet opnieuw weer worden geopend. De groei van de bevolking op de eilanden, ook in Rotterdam, betekent dat de komende jaren hebben we nog steeds dezelfde aantallen bedden nodig of andere type bedden. Transport en het vervoer van patiënten wordt dat alleen maar over de weg. Zie de problemen met bruggen en andere zaken. Of moeten we ook vervoer over de lucht met elkaar overwegen. Kortom, een heleboel zaken. En eigenlijk praat je hier tegen een geloofsgemeenschap waar ik zelf deel van uitmaak. Dus ik zie jullie ook niet als actievoerders tegen mij. Jullie zien mij als medestanders. En ik denk dat het goed is om ook je te realiseren. Dat je straks gaat praten tegen het bestuur van de veiligheidsregio die daarin geen bevoegdheden heeft. Dus het is belangrijk dat je weet dat de dames en heren burgemeesters binnen vooral ook steun geven aan de hele operatie, maar dat ze daar zelf niet over gaan. Maar ik hoop wel binnenkort dat wij, hopelijk in januari, als de eerste tekenmijn niet bedriegen, toch weer aan tafel gaan zitten met de minister en ook dit vraagstuk weer op tafel kunnen leggen. Hartelijk dank voor jullie komst naar Rotterdam en het spijt me dat er geen warme koffie beschikbaar was. Ja, de volgende keer neem ik jullie gewoon mee naar boven en krijg ik een bak koffie. Ja. Ik ga vergaderen. In ieder geval bedankt.
Ja, u zegt het goed. Ik ga het ook dadelijk spreken tegen de burgemeesters. Maar wij hebben wel een wens, en dat weet u, waar we het over gaan hebben. Dus wij hopen ooit dat die wens uitkomt, dat die acute zorgmacht ook bij u komt te leggen. Maar goed, dat is een zaak die mogelijk nog in de toekomst gaat plaatsvinden. We gaan de vergadering in. Ik dank in ieder geval, want er zijn er al een aantal weg vanwege de kou. Maar ik dank in ieder geval jullie allemaal voor jullie komst, voor de steun. En je hebt de burgemeester gehoord van Rotterdam, dat hij het ook als een steun ziet. En zo zien wij het ook. Het is geen aanval op de burgemeesters, maar een ondersteuning van de burgemeesters naar met name het kabinet en of de regering en andere acute zorgketenpartners die het hier voor het zeggen hebben. Dankjewel.